Palestijnse activist Mohammed Ghatib zou vandaag een lezing geven op de Radboud Universiteit. Maar vorige week kreeg Ghatib een inreisverbod omdat zijn komst zeer onwenselijk is volgens het kabinet. Pro-Palestina demonstranten kwamen vandaag bijeen om te protesteren tegen dit besluit. Pro-Palestina demonstranten zijn vandaag bijeengekomen op de campus van de Radboud Universiteit voor een protestmars. De aanleiding, het inreisverbod dat Mohammed Ghatib kreeg vanuit het kabinet, waardoor zijn lezing vandaag niet door kon gaan. Ik vind het heel typisch hè, dat de overheid maakt zich blijkbaar zo erg zorgen over dat studenten kunnen engageren met ideeën die niet hun eigen ideeën zijn. Hè. Ons kabinet maakt er geen geheim van dat zij de misdaden van Israël en Gaza steunen. En iemand die dan, nou, toch enigszins radicaal, maar ook wel gewoon het Palestijnse verzet steunend, die mag hier dan niet komen. In eerste instantie was Ghatib welkom op de universiteit voor zijn lezing, omwille academische vrijheid van studenten en medewerkers. Maar niet iedereen was blij met zijn komst. Vorige week riepen studenten en medewerkers in een open brief het college van bestuur op om de komst van Ghatib te voorkomen. Omdat wij vinden dat deze man geweldsverheerlijkende en terreurverheerlijkende uitspraken heeft gedaan. En de universiteit de verantwoordelijkheid heeft om haar studenten en medewerkers juist te beschermen tegen dit soort extremisme. En dat is een extremist die dus eigenlijk echt geen ruimte moet hebben op onze campus om te spreken. Dat heeft niks te maken met academische vrijheid. En staat juist het respectvolle dialoog wat over het Midden-Oosten echt nodig is, staat het in de weg. Ja, wij vinden het heel belangrijk dat er een grote diversiteit aan meningen te horen is op een universitaire campus. En daarbij staan wij dus, onze medewerkers staan wij toe, maar die hebben ook die academische vrijheid om academische bijeenkomsten, lezingen, debatten te organiseren. Dat moet wel onder de voorwaarden van de academische normen van het debat. Dat er ruimte is voor tegenspraak, dat er ruimte is voor kritische vragen, voor alles afwegen met elkaar. En ook dat aan wet en regelgeving wordt voldaan. En op het moment dat de overheid aangeeft dat iemand een inreisverbod heeft, dat daar redenen voor zijn, ja, dan zolang dat is in ieder geval, zullen wij dan de lezing in de context van een academische lezing op de universiteit ook geen doorgang laten vinden. Via een speaker was Ghatib toch nog te horen op de campus van de Radboud Universiteit. I would love to start by saluting the students movement, the international students movement Intifada. Kijk, het Palestijnse verzet is voor studenten hier denk ik heel belangrijk, omdat het zo'n schrijnende situatie is. En daar moet mee gepraat kunnen worden, daar moeten ideeën over gevormd kunnen worden, daar moeten oordelen over gevormd worden, zonder dat je meteen verwijten naar jezelf toegegooid krijgt. Dus daarom vinden wij belangrijk om dat gewoon te doen in deze context. De demonstranten zijn het oneens met het besluit van het kabinet. Volgens hen is het belangrijk dat ook zijn mening te horen is. Ik vind het bizar dat dit soort stappen zijn genomen. Want er is eigenlijk geen juridische solide basis voor de stappen die zijn genomen door de minister. Dat het niet aan onze overheid is om te zeggen deze spreker wel, deze spreker niet. Als studenten kunnen wij zelf prima een oordeel vormen over wat een spreker te zeggen heeft. Ja, jammer dat het niet een volledige lezing kon zijn, college kon zijn. Je voelt het verdriet en de frustratie in zijn speech. Ja, en ik hoop echt dat al die dode mensen, al die kinderen en burgers die nu vermoord zijn, dat dat nu voor niks is. Dat er nou ook echt iets gaat veranderen.